En welkom bij weer een nieuwe VV Winsum TV. Vandaag niet op een ochtend of een middag, maar op een avond. Want we hebben vandaag de sprekersavond. Een sprekersavond met hele bijzondere gasten. Gerard Kemkes, schaatscoach, oud-schaatser en tegenwoordig topsportcoördinator bij FC Groningen, geloof ik. En Harm Post, de directeur van de Eemshaven. En hij gaat straks activiteiten doen bij Eelde Airport. Vandaag gaan ze wat vertellen over de regio Groningen. Wat kunnen we hier met sponsoren betekenen? Over een topsportklimaat en dat soort dingen. En wij zijn er gewoon weer live bij. Ik ga jullie vanavond wat meenemen in de economie van de Groninger Zeehavens. In de verwachting dat met name de sponsorcommissie erg goed oplet. Zodat die na vanavond precies weten bij welke bedrijven ze moeten zijn voor toekomstige sponsoring. Dat was ook de vraag. Maar en passant neem ik jullie ook even mee in wat anekdotes die zo rond die haven gebeuren. Zodat jullie een beetje idee hebben wat jullie geachte dorpsgenoot daar toch allemaal elke dag uitvreet. Dat deze foto het beste ons imago in de rest van Nederland weergeeft. Het imago van onze regio. Wij zien in deze stoere koppen, maar ik zie er zo een hele rij daar vooraan zitten, die hadden ook wel op die foto. Die hadden ook wel met die stoere koppen, die hadden er ook wel op gekund. Ja, dat is net de balkon 2 van de Muppetzaal. Zien wij vastberadenheid, doorzettingsvermogen, afspraak is afspraak. Dat vinden wij normaal. Nou, dan opeens in 2016 zie je dat het toch gelukt is wat velen voor onmogelijk hebben gehouden. En dat is gelukt door een compleet andere focus te kiezen. Niet meer mikken op de petrochemische industrie, van oorsprong de bedoeling, maar mikken op de energie. En dat is een breed begrip. Dat gaat van grote centrales tot een nieuwe tak van sport, de windindustrie. Daar vertel ik zo nog wat meer over. Dus dat hele gebeuren rond energie, de kranten staan er vol mee, de kabinetsformatie gaat erover. Jullie dorpsgenoot haalt er zelfs af en toe het journaal. Ik heb speciaal nog even mijn mooie journaalschoenen aangedaan. Waarover ik overigens ook nog een mailtje kreeg van een van mijn vrienden. Die zei: God, had een prachtig item voor het journaal, maar waren dat je nieuwe schoenen of zaten je voeten in het verband? Dank jullie wel. Ja, is het ook zo dat wij een ambitieuze vereniging zijn en dat we ook juist hoger moeten in gaan zetten? Dat was eigenlijk mijn vraag. Als je als vereniging ambitieus wilt zijn, dan moet je een rode bek hebben. Nou, dat hebben we net wel gehoord. Henk, bedankt in ieder geval. Ja. Nou, ik denk dat de sponsorcommissie aan het werk kan daar vanavond. We gaan nu eerst even pauzeren en straks zijn we terug met Gerard Kemkes. Wat zeker niet onbelangrijk is voor een vereniging en voor een organisatie, voor een voetbalvereniging, is uiteindelijk top sport. Gerard Kemkes. Dank u wel. Dank dat ik hier ook mag zijn. Hartstikke leuk. Ik zocht een openingsplaatje, dus met de bekerfinale afgelopen zondag net achter de rug doet dat natuurlijk ook gelijk weer herinneringen ophalen bij ons. Hè. In 2015 raak, geweldig, wie was daarbij? Ja. Kijk, de mensen op de bank, die hebben wel een heel speciaal plekje hier trouwens. Hè, die comfortabele bank hier bij de VV Winsum. Ik had ook gelijk het gevoel dat ik met de neus in de boter viel, want ik was nog maar net bij de club en mocht mee naar Rotterdam. En we wonnen daar onze echte grote prijs, namelijk de beker, dus die ondertussen bij Vitesse in de prijzenkast staat. Leuk vanavond. En dit zou een impressie kunnen zijn van de kleedkamer van de eerste selectie. Nou, wat gaan we daar precies doen? We hebben 5 segmenten in het gebouw. Ik zei net al, hij is 4 hoog en het gebouw erachter. Als je vanaf het veld er naartoe kijkt, dan zul je dit gedeelte herkennen wat groen is. Dus een hele onderste, dus de hele begane grond.
links een klein beetje en rechts een klein beetje op deze verdieping. Is FC Groningen daartussen in het geel-bruin een ontmoeten? En dat wordt een restaurant. Dat je als club, net zoals wij tweedeling kennen, dat je binnen een club een tweedeling kent waarbij er een deel is wat gericht is op presteren, wat een ander programma is dan het programma wat gericht is op een leven lang sporten. Jonge kinderen, jonge profs, echt kunnen helpen het vak te leren. Ik wil eigenlijk dat over 4-5 jaar heel voetbal in Nederland toch eens een keer naar Groningen toe komt en zeggen, wat hebben jullie toch eigenlijk gedaan met z'n allen daarin? Want dat is wel heel bijzonder. Jullie hebben een niche-markt, jullie hebben een plek in deze wereld veroverd en jullie doen iets heel goeds. Stel, jij zou er één coachen, dan zou jij waarschijnlijk beter jouw spelen kunnen duiden dan onze scouts die alleen maar aan de kant van de wedstrijd staan. Dus wij zullen in gesprek moeten raken. Het is niet heel erg ingewikkeld om binnen een club de beste spelertjes te vinden. De kunst is de pareltjes te vinden. Bedankt, een heel mooi inzicht denk ik in de topsportklimaat van FC Groningen. Nou, ik denk dat wij er heel veel van kunnen leren. Afgelopen zaterdag hebben we ons veilig gespeeld het eerste elftal tegen Hollandia. En we kwamen terug en er stonden 40 frikandellen klaar. Dus we moeten echt nog... Dat moet je wel leren. Hij heeft even een kleine terugblik met onze hoofdtrainer. Hij heeft druk meegeschreven, hebben we gezien. Vooral bij voeding en zo. Kom maar even naar voren, Robert. Nou, als je hier naar kijkt, topsport. En nou, binnen deze vereniging ben ik een jaar actief. Wat zie jij daar? Nou, in eerste instantie, als ik Gerard hoor, dan geeft hij ook aan bij SC Groningen dat hij gewoon zegt, nou, het is het eerste kijken en ervaren voordat je inderdaad goede keuzes kunt maken. Het is inspirerend, vooral zowel vanuit het commerciële en economische belang van welke kansen er eigenlijk allemaal in deze regio. Verder, als we kijken vanuit het sportperspectief, ja, we zijn veel kleiner, maar ik zie absoluut een goed parallel met FC Groningen. Dank voor je komst. En ik zeg, geniet nog van een hapje en een drankje. Of een drankje. Dank.